lammen, de samenleving, de donateurs, de schenkers, de mensen die een voortreffelijke rol vervullen om de thuis- en daklozen te voorzien van voedinggiften, noem maar op, bedanken. Wat wordt beoogd om een stukje ordening te brengen op de locaties in Paramaribo, omdat er nu sprake is van overlast, mensen te belagen, er is sprake van intimidatie. Kortom, de openbare orde wordt verstoord en het valt binnen de corbis van de politie om te zorgen voor de handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust. Dus er komt een stukje ordening. Niet dat de mensen, de donateurs, de schenkers, hun werkzaamheden niet mogen continueren, absoluut niet. Maar er komt een stukje ordening op het gebied dat die locaties, dat de politie preventief en repressief zal optreden. En dat de nodige interventies worden gepleegd, dat de samenleving geen last ondervindt van thuis- en daklozen. Er zijn een aantal mensen hoor, of bedrijven, organisaties, stichtingen, maar ook de individuen, die hebben wij ook in beeld gebracht. We zijn nog bezig met hen te praten. En met de groep die wij reeds hebben gesproken, die zien de meerwaarde ervan, want ze maken zich ook zorgen. Er komt dan gewoon een stukje ordening. De politie zal preventief optreden, repressief, om ervoor zorg te dragen dat de rust, de veiligheid op de genoemde locaties gegarandeerd is. Maar wat is er precies gebeurd dat de politie heeft gezegd er is een noodzaak om dit nu te gaan ordenen? De noodzaak ervan is dat namelijk de klachten die binnenkomen. U weet dat als ik kijk naar Waterkant, u weet dat daar een toeristisch pleister is en dat er veel bedrijvigheid daar is. Na een aantal klachten vanuit de samenleving, dat zij zich niet veilig voelen, intimidatie, belaging. De openbare orde wordt ernstig verstoord. Dan is het dan de noodzaak, althans voor de politie, om preventief dan wel repressief op te treden. Maar wordt er een plek aangewezen waar dat kan? Dat gedeelte is weggelegd voor de districtscommissaris. Hij is de man van het district en dat valt in feite buiten de competenties om van de politie. Natuurlijk, in samenspraak zullen we ook gaan uitkijken naar een strategische plek. Waarvan wij zeggen, oké, de mensen kunnen hun activiteiten continueren, want we zijn ook vol lof, we zijn hun erkentelijk. Maar een stukje ordening met betrekking tot de handhaving van de veiligheid, orde, die moeten wij wel kunnen aanbieden of garanderen naar de samenleving toe. En de mensen die zouden willen doneren, hoe zouden zij de thuis- en daklozen moeten bereiken om te zeggen van luister, we gaan op zo'n dag doneren en op zo'n plek? De mensen hebben door de tijden hier een bepaalde band opgebouwd met thuis- en daklozen. Ja, er gaat een stukje communicatie, interventies gepleegd moeten worden om hun aan te geven. Kijk, op die locatie of op locatie E zullen wij nu de werkzaamheden verder continueren. We zijn er niet, of de politie is er niet, om mensen onaangenaam te zijn. Ja, het is een maatschappelijk vraagstuk waarbij verschillende actoren een rol moeten vervullen. Ja, om dit probleem of dit vraagstuk effectief op te lossen. De orde handhaven, dat is gewoon de basispolitiezorg. We juichen het juist toe dat er mensen zijn opgestaan of mensen zijn die toch los van de overheid toch elke dag een steentje bijdragen aan die groep. Dus we juichen het toe. Ons korbis, de rode draad in het geheel voor de politie, dat wij zorgen voor een stukje orde handhaving. En u zegt de politie gaat dan optreden als dat toch zo gebeurt op plekken waar niet is aangewezen. Wat houdt dat optreden in? Wat zijn de sancties? Het optreden van de politie, ik weet dat de politie preventief maar repressief kan optreden. Maar dat moment is nog niet daar om op te treden wat wij niet doen, zoveel mogelijk communiceren en het loopt. De mensen begrijpen het. Dus wij gaan meer communiceren, zodat ook de overige, ook de mensen die daar de zaak op een afstand bekijken, ook de mensen die kritiek leveren, of de mensen die vanuit een ander bril de zaken bekijken. Maar wij gaan voor de communicatie en voor een effectieve aanpak. De mensen moeten weten dat de orde, de rust gegarandeerd is. U zegt het moment is nog niet daar. U bedoelt dat er nog geen juridische basis is. Nee, dat zeg ik niet. De politie gaat altijd optreden wanneer de orde wordt verstoord. Ja, de ordehandhaving, preventief, zowel repressief, kan de politie altijd optreden. De wetgeving biedt die mogelijkheid. Maar ik zeg, een stukje communicatie, voordat voordat de politie gaat optreden, noem maar op. Wij communiceren, we betrekken de mensen, want de mensen, hun doel, hun target is om de thuis- en daklozen te voorzien
ja, te voorzien van voeding. En wij zeggen, we jeugen dat doen, maar we brengen gewoon een stukje ordening op dat stuk.